Hallo, derliefste Simbok, welgekomen. Mijn naam is Gail en ik ga vandaag een lezing voor jullie doen met betrekking tot de energieën voor volgende week. Ik begin altijd heel graag mijn lezingen met wat astrologische achtergrond die eventueel wel van belang kan zijn voor jullie. En daarna spring ik direct over naar het tarotgedeelte. Weet dat deze lezing zowel goed is voor Steenbok in ascendant zon en eventueel ook maanteken. Goed, liefste Steenbok, ik heb heel wat waar ik het graag had over gehad. Terug een heel belangrijke astrologische transit momenteel. Ik zal beginnen met het begin. We hebben een conjunction. Een conjunction wil zeggen verschillende planeten die samenstaan in één sterrenbeeldteken. Ten eerste, we hebben vandaag een transit van de planeet Venus in het teken van Waterman. Maar Venus zal daar niet alleen staan. Zal daar samenstaan met Mars, samenstaan met Mercurius, met Pluto en ook nog eens met de zon. Dus zie het als een feest, een party van planeten in het teken van Waterman. Ik zal jullie kort uitleggen wat dit voor ons kan betekenen. Ten allereerste, Venus is de godin van de liefde, maar ook de godin van money, geld, schoonheid, vriendschap, connecties, zachtheid. Dan hebben we de planeet Mars. Mars is de planeet van, is eigenlijk de heerser van Ram, het teken Ram. Is een activist, die houdt van actie. Het is een krijger, die vooruitgang wil, die ambitieus is, die gepassioneerd is. Het is ook een rebel. Als Mars een transit maakt, dan kan je wel zeker zijn dat bepaalde richtingen zullen veranderen, eventueel in jouw leven. Pluto zien we eerder als een zeer krachtige, explosieve energie. Pluto staat ook gekend voor transformatie, voor verandering. De deathkaart is gerelateerd, de doodkaart aan in tarot dan tenminste, aan Pluto. Dus dat is planeet van Schorpioen ook, die staat voor death and rebirth, dood, einde van een cyclus, hergeboren worden, nieuwe cyclus, zeer krachtige energieën. Pluto houdt er ook van zaken die weggedoken geweest zijn, naar die de oppervlakte laten komen. Als ik denk zo op wereldgebied, heel grote Plutonian transits zien wij, of hebben we gezien bijvoorbeeld als één teken, of als één voorbeeld ervan, is de zaak met Epstein bijvoorbeeld. Wanneer dat alles naar de oppervlakte gekomen is, dan zagen we ook dat Pluto daar zeer zwaar aanwezig was. Nu Pluto samen met al die planeten in Waterman. Dus als al die planeten naast elkaar, op elkaar staan als het ware. Ik zie het van een stapeltje van planeten, zie het zo. Dan gaan die elkaars energieën die al bestaande zijn, al die kenmerken dat ik nu opgenoemd heb, zullen gaan versterken. Dus die planeten zullen elkaars energie flamboyanter, explosiever gaan maken, vergroten, als het ware. Dus dan heb je ook nog eens, staan allemaal in Waterman. Waterman staat voor vernieuwing. Technologie is gerelateerd aan Waterman. AI, sowieso, alles zal in versnelling gaan. Maar dit is nu niet gerelateerd naar volgende week. Maar het collectieve is ook gerelateerd aan Waterman. Waterman staat gekend als het humanitarian sterrenbeeld. Waterman houdt van zijn medemens, maar behoudt graag zijn unieke kenmerken. Waardoor hij als individualist eerder gezien wordt binnen in het collectieve. Waterman houdt daarvan ook van vrijheid, van out of the box denken. Anders kijken naar bepaalde zaken. Ontdekkingen zijn ook zaken, nieuwigheden zijn ook zaken die gerelateerd zijn aan Waterman. Hè. Een leuk weetje, weet gewoon bijvoorbeeld het planeet Mars en Venus, hè, die komen nu samen. Hè. Maar eigenlijk worden die twee planeten gezien als de geliefden, de lovers. Waarom? Als zij een traject continu rond de aarde doen, hè, dan zie je eigenlijk dat ze altijd een inhaalbeweging doen, als het ware. Het ene moment gaat je zien dat, ik zal het zo tonen met mijn vingers, hè, als je het kunt volgen, Venus rond de zon, en dan zie je Mars op een keer sneller gaan. Wil Venus terug gaan inhalen, want hij wil bij Venus zijn. Ja? En dan op een keer heeft hij genoeg van Venus, dan gaat hij in retrograde. Hè? En dan zie je Venus terug een inhaalbeweging doen,
En dan zegt Venus op haar toer van, ah ja, nee, ik wil bij Mars zijn. En Venus wil terug Mars inhalen. Enzovoort enzovoort. Dus dat is zo'n continue aantrek en afstoten van elkaar, die twee planeten. Vandaar dat ze de lovers heten. Een beetje twin flame-achtige relatie hebben die twee planeten. Nu, zie het eerder als Venus zachte planeet, die zacht aardig is, die balans brengt, harmonie. En dan heb je Mars, de planeet van actie, ondernemen, gedrevenheid. Je kunt dat ook een beetje relateren met yin en yang. Dat hebben we allemaal binnen in ons. De vrouwelijke zijde Venus, de mannelijke zijde Mars. Dus de komende tijd zal er wel een bepaalde balans nodig zijn. En dat kan bij ons wel dat allemaal transfereren op andere vlakken. Maar weet het, dat dit wel naar de voorgrond kan gebracht worden. Ik denk, ik zal eerst eens meegeven wat dit op collectief vlak voor ons kan betekenen. Dan specifiek voor jou ook, Steenbok. Ten eerste, collectief zullen wij allemaal meer zin hebben naar vrijheid. En ook financiële vrijheid. Dat zal meer toenemen. Dat zal meer naar de oppervlakte komen. Dat mensen die financiële vrijheid willen hebben, waarin dat ze niet belemmerd worden of gerestricteerd worden in wat ze kunnen doen. Een negatieve of toch iets negatievere zijde van deze transit, zeker met Mars en Pluto. Mars zal er wel voor zorgen dat er bepaalde machtsvertoningen kunnen zijn. Machtsvertoningen, en dan denk ik eerder gerelateerd naar ego's. Ego's die clashen als het ware. Dat kan zijn met collega's, dat kan zijn met vrienden, familie, je geliefde. Kan op gelijk welk gebied zijn of met gelijk welke mensen. Kan wel zijn dat tijdens deze periode, en eigenlijk zelfs al vanaf de 13e nu, want Mars is de 13e in Waterman gegaan. Ja, Venus gaat vandaag in Waterman, Mercurius staat er al van de 5e, Pluto staat er van de 20e januari. En dan hebben we nog eens de zon die er al staat van de 21e januari. Dus al die energieën, ik zeg het, overlappen elkaar. Dus het kan wel zijn dat bepaalde machtsvertoningen wat explosiever, wat agressiever kunnen zijn. Of toch tenminste aanvoelen als voordien. Weet ook bepaalde zaken die momenteel in jouw leven niet gebalanceerd zijn, dat die eventueel wel nu naar de oppervlakte kunnen komen. En dat is dan Pluto die eerder aan het werk is. Als dit gebeurt in je leven, dan zie je dat als echt wel een bedoeling dat je die zaken eens bekijkt en dan ook kunt loslaten, zodanig dat je als het ware daaruit kunt leren en groeien en transformeren, als je dan ook een groter woord wenst te gebruiken. Kijk, die open-mindedheid van Waterman komt volgende week ook nog onder de aandacht. Dus het kan zijn dat je meer neiging zult hebben om bepaalde zaken vanuit een ander perspectief te zien, maar ook meer open-minded. Ik denk dan persoonlijk dat dat alleen maar goed is. Algemeen ook zal de zin hebben of meer neiging hebben om bepaalde zaken in je leven ook te vernieuwen. En dat is terug die kracht van Mars dat je zult voelen. Die energetische kracht die opgepompt wordt om nieuwe zaken in jouw leven te doen. Zelfs misschien met betrekking tot jouw werk. In jouw relatie kan dit ook zijn. Venus zal dat wel wat afzwakken, dus dat is goed dan. Hè? Dus dat er een mooie balans zal terug gemaakt worden, als het ware. Maar ik denk wel dat je iets nieuws in jouw leven zult beginnen aantrekken of heb de zin om iets te implementeren die echt meer dicht bij jouw ware zelf staat. Hè? Op liefdesvlak ook. Dus ik zei het al, Venus zal wat meer zachtheid brengen. Vergeet niet, Venus in Waterman, die onafhankelijkheid kan wel naar boven komen. Dus tijdens deze periode kunnen we wel voelen binnen onze relaties dat we zo een beetje aloof zijn, als het ware. Het kan ook zijn dat we gewoon wat meer tijd voor onszelf wensen te hebben. Waterman kan wel die notie geven. Eén, ze houden van het collectieve, maar twee, zijn ze ook nog graag heel onafhankelijk. Zeker in hun relaties ook. Dus weet het, dat dit zo die dubbele werking dat wel aanwezig kan zijn momenteel in je relatie. Nu, de persoon die Venus in Waterman heeft, zal altijd aangetrokken zijn tot andere personen op intellectueel vlak. Zeker ook in liefdesrelaties. Die personen zullen ervoor kiezen om eerder een intellectueel gesprek aan te gaan. Dat zal hun triggeren, op romantisch vlak dan wel. Dus weet in deze periode
dat jij ook meer geneigd zult zijn om intellectuele conversaties met jouw dierbaren aan te gaan. En dat kan zelfs zijn, of dat kan zelfs leiden tot eerder progressieve en vernieuwende ideeën. Nu, er is ook een keerzijde altijd, schaduwzijde aan elke transit. Deze transit kan wat meer angst naar boven brengen, kan eventueel wat meer obsessie naar boven brengen en ook jaloersheid. Dus misschien iets om op te letten, denk ik dan. Maar die Mars-energie blijft zeer gepassioneerd. Hè? Dus het kan zijn dat je echt een gepassioneerde diepe duik maakt in jouw relatie ook. Dus het is zo... Ja, die yin en yang continu ook. Hè. Het hart over het hoofd. Hè. Weet ook, waterman is een luchtteken, dus intellectueel hoofd, luchtteken. En dan heb je die Venus, alles met het hart. Hè. Mars gepassioneerd, diepe duik maken hè, door Pluto. Diepe gesprekken voeren met jouw geliefde eventueel. Op seksueel vlak kun je ook eens een diepere duik eventueel maken, als het ware, waardoor dat je relatie terug wat vuur krijgt. Dat zijn allemaal aspecten die naar boven kunnen komen tijdens de volgende week. Hè. Nog een mooie om mee af te sluiten is op werkvlak. Hè. Dus op werkvlak zul je meer ambitieus gedreven zijn, denk ik dan. Waardoor dat je zelf bepaalde zaken zult transformeren in je leven. Hè. Meer ideeën krijgen wat beter bij jou past. Welk soort werk je eventueel zelfs wenst aan te gaan. Of een beetje tweaken op jouw werkgebied. Dus dat zijn zaken algemeen voor het collectieve. Nu voor jou, liefste Steenbok. Ik spreek hier dan wel specifiek over Steenbok ten eerste in ascendant. Hè. Het astrologisch gedeelte, dit korte stukje, bespreek ik altijd over eerst je ascendant. Je kunt dit ook op jouw zonteken bekijken. Je zon zal meer gerelateerd zijn naar jouw carrière dan toe. Maar het zou wel kunnen zijn, en kijk, tweede huis is geld en waarde. Het zou wel kunnen zijn dat je bepaalde uitdagingen hebt met betrekking tot jouw financiële luik eventueel. Is dit zo? Is dit, of ervaarde jij dit zo in je leven? Weet dan dat Venus die zachtheid zal brengen en bepaalde oplossingen zal brengen met betrekking tot jouw zelfwaarde en ook eventueel jouw financiële zaken. Hè. Nu, er is een andere zijde. Venus zal ook altijd laten inzien dat je niet altijd gelijk hebt, liefste Steenbok. maar dat kan geen kwaad. Hè. Venus, je hoeft niet altijd gelijk te hebben zonder dat je je eigen visie ook verliest. Dus je kunt je eigen visie, je kunt je daaraan vasthouden. Dat is geen probleem, maar weet dat je daarin niet altijd gelijk hebt. Hè. Dat er nog andere oplossingen zijn of andere visies zijn die ook correct zijn. Het is een periode, denk ik, ook dat je meer compromis zult maken in je bestaande relaties. En ik denk gewoon, ja, dat geld gerelateerd aan eigenwaarde, dat je meer geld zou kunnen verdienen algemeen. Dus financieel kun jij, ik zal maar zeggen, een stapje op de ladder gaan. Het zal betrekking hebben met jouw creatieve bezigheden. Hè. Ik denk, je creativiteit zou meer geld in het laadje kunnen brengen. Dus je kunt die twee samenbrengen. Je kunt eventueel iets nieuws starten op creatief vlak. Ik zeg dat maar in het tweede bijberoep, of in tenminste een bijberoep, die wat extra geld in het laadje kan brengen. Ik denk dat er eventueel ook vragen kunnen oppoppen of naar de oppervlakte kunnen komen. Vragen met betrekking tot jou, of dat jij je nog gewaardeerd voelt ten eerste op je werk ook. Of dat jij genoeg waardering krijgt van ten eerste je leidinggevende of je collega's of gelijk wat. Of dat, het heeft met betrekking tot je waarde te maken, met je gevoelswaarde. Dat kan zelfs verder gaan en leiden tot vragen of dat jij je job nog überhaupt graag doet, al dan niet, of dat je moet veranderen van richting. Dat kan allemaal in ons leven. Hè. Maar dat zijn wel zaken die nu eventueel de komende periode kan belicht worden voor jou. Zo, dat is zowel het astrologisch gedeelte. Ik probeer dat zo kort mogelijk te houden, want ik zou er uren kunnen over spreken, maar dat is niet de bedoeling. Ik hoop alvast dat je hier toch iets mee bent. Dat er toch wel wat boodschappen voor jullie hier naar boven komen. Dat je kunt meenemen de volgende week. Ik ga heel graag over naar het tarotgedeelte. Voor de mensen die nieuw zijn, misschien iets kort over mijzelf. Ik ben tweetalig, zowel Engels als Vlaamstalig. Tijdens de lezing connecteer ik altijd in het Engels. Dus je zal me wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten, maar ik zal die direct verklaren voor jullie indien nodig.
Goed, ik begin meestal mijn lezen altijd met wat orakelkaarten. Die leggen zo heel mooi de basis. En daarna ga ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Hoe, we beginnen eraan. Show me what we need to know, please. For Capricorn, the energies for next week. Thank you. Anything else? Any general energies, please, for Capricorn? Any messages, please? Thank you. Okay. Onderaan de deck. Into the unknown. Dus het kan zijn dat je momenteel een nieuw begin wenst te beginnen, een stap wenst te zetten, maar dat je nog niet helemaal durft. Ja? Je ziet hier een persoon staan, en staat bijna op een terras. Ze heeft een blinddoek aan, ze weet niet waar ze heen gaat. Het enige dat ze dient te doen, is blinddoek af te doen, omdraaien en zien dat er een volledig nieuwe wijde wereld voor haar staat. Maar dit doet ze niet. En dat is wel door angst. Dus weet ik, zei al, angst kan naar boven komen tijdens deze periode, die schaduwzijde. Dus wees daar alert voor. Sta daarin in je eigen kracht, als het ware. Ik heb protecting the treasure. Dat is financieel vlak 1. Dus bescherm uw kist. Uw piratenkist. Bescherm die. Bescherm uw financiën. Let op een balans. Met betrekking tot je balans. Tot je financiën tenminste. Protecting the treasure gaat ook over jezelf. Je zelfwaarde. Desondanks weer wind. Bescherm jezelf ook altijd. Je zelfwaarde. Voel je ergens niet meer goed, zoals ik al aangegeven heb. Bescherm je dan. En zet jezelf wel op nummer 1. Wees daar niet bang voor. Maar dus die kaart heeft 2 betekenissen. Ik heb nog een volgende kaart. Ik heb slow and steady. Voor mij slow and steady wins the race. Het is nummer 3. En nummer 3 staat dan ook in de tarot. Staat voor preparatie van plannen om nieuwe shift te maken in jouw leven. Om vooruit te gaan, een volgende stap te nemen. Kan op gelijk welk vlak zijn. Maar weet dat alles slow and steady, dat de beste manier is. Zaken die snel gaan, zijn meestal vluchtiger. Ja? Dus je ziet hier ook die persoon, is precies zo'n een feriënpersoon met een slakkenhuis onderaan. Dus slow and steady wins the race. Oké? Okay? Goed, ik neem er graag een volgende deck bij. Alright, show me what we need to know, please. Any general messages, please, for Capricorn? Okay. Anything else for Capricorn, please? Thank you. Ja, Ik heb hier security. Nu, dat is voor de steenbok die echt die stap dient te zetten. Die stap vooruit in het onbekende. Security gaat over in uw grot blijven. We leven niet meer in grotten. Want dit vuurtje houdt je warm eigenlijk. En je ziet die sterrenhemel hier bovenaan. Ik mag niet de slappe lach krijgen. Ik voel precies dat opkomt. Nee, niet doen. Maar hier in die grot zult u maar dat ene kleine stukje van de hemel als het ware zien. Dan zult u de rest nooit niet meemaken. Ja? Dus als ene kant, uw huis, uw thuis, uw relatie waar dat je in zit, uw werk, dat is allemaal goed. Heeft u heel veel security. Maar weet dat er nog een heel andere grote wereld daarbuiten is. En soms moeten we eens uit ons dorp, uit onze straat, uit ons huis gaan om iets meer mee te maken. Een andere visie, een open, een bredere visie. Hè? Het is allemaal gerelateerd aan elkaar. En dat is die stap in the unknown. Hè? Dat zal voor iedereen anders zijn. Want in jouw security ga jij zeker je schatkist bewaren. Dat kan ook jij zijn. Hè? Maar je zult niks meemaken. Dus een belangrijke boodschap om toch mee te geven. Sommige zaken zijn nu altijd dubbel in het leven. Hè? Ik heb wel ook een heel mooie kaart, het is miracles. Dus weet aan die andere kant van de berg, waar dat jij wel een keer over moet, dat er heel veel mirakelen voor jou klaarstaan. Een heel andere wereld, vol met wonderen, in hoeverre dat je daarin gelooft. Hè? Dat is voor iedereen anders, want
Steenbok, je bent nogal een rationeel teken, dus ik let dan een beetje op wat ik zeg. Maar weet dat er mirakelen kan je in een plantje dat groeit, hè, dat is ook een miracle. Hè. Maar weet dat er heel veel nog voor jou staat, heel veel kan, heel veel opties voor jou zijn, heel veel miracles kunnen in jouw leven komen. Hè. Is een lichte verandering kan nooit geen kwaad. Oké, ik neem hier nog een derde deck. Dat is een deck dat ik niet vaak gebruik. Ik heb hem eens uitgehaald. Mooi deck hoor. Angels and Ancestors Oracle Cards. Alright, show me what we need to know, please. For Capricorn. Any general messages we need to know? Anything I need to know? Any messages, please, for Capricorn for the next week. Thank you. Oh. Oké, ik heb hier onderaan de deck heb ik al Direction Guardian. Choose your path. Dus kies jouw pad. Hè? Ik zie hier in het midden heb je hier bijna de Wheel of Fortune. Hè? En hier, deze zie ik als de Four Fixed Signs of de vier richtingen, Noord, Zuid, Oost, West. Zie het zoals dat geweld, maar kies een pad, kies één, links, rechts, boven, onder. Hè? Dus duidelijk deze energie, denk ik dan, om mee te geven. Hè? Blijf niet in die unknown zitten. Doe die blinddoek af en kies een pad. Ja? Slow and steady. Nu, het zijn hier drie kaarten uitgevallen. Voor die mensen. Ik zal hier bij deze eerste boodschap ga ik niet veel meegeven. Is een guardian angel. Weet... Voor de mensen die met hun eigen engelen spreken, weet dat je ondersteund bent. Vaak wordt er gezegd als je witte veren ziet, dat er een engel aan je vasthangt, een engel een boodschap geeft voor je, of dat je ondersteund wordt. Die guardian angel laat jou gewoon weten dat jij hier niet alleen bent. Hè? Jij wordt ondersteund door het universum, door de energieën die hier rond jou zijn. Dan heb ik Hunter. Track down your fears and desires. Ja, oké. Okay. Dus je ziet hier, voor mij is dat een combinatie van ram en eventueel ja, stier, ik weet het niet, ree. Ik zie hier ook boogschutter als het ware, heeft ook een boog. Boogschutter is open-minded zijn. Hè. Dat is die Mars-energie. Ik zie hier ook de geit hierop. Geit heeft te maken met de devil. Ja? De devil is de heerser van de geit. Capricorn, jij. Hè? Staat in voor angst. De devil in tarot is onder andere obsessief angstgedrag. Tweede keer dat ik het hier krijg, opletten voor jouw angst. Track down your fears and desires. Kijk goed wat dat jouw angsten zijn en wat dan ook jouw wensen zijn, jouw desires zijn. Die twee kunnen gerelateerd zijn aan elkaar. Zie dat goed voor ogen. Bekijk dat even. Doe daar even intern werk aan. Als je voelt dat er angst is, bekijk dat even waarom. En probeer die angst dan ook los te laten. Dat is energie die ons altijd naar beneden trekt. En om wat hogere vibratie te krijgen, is nodig om die zaken los te laten. Ik heb ook Trader. Dat is een kaart dat ik nog niet veel trek. Exchange energy to create abundance. Nu, dat heeft met collectieven te maken. Dat is een mooie kaart. Dat is precies iemand in de Souks in Marrakesh. Die energetisch zeer aantrekkelijk is. En die energieën wisselt met jou om zaken te kunnen doen. Ja? Dus wees alert voor jouw energieën ook. Jij kan enorm veel aantrekken als je energie gewoon verhoogt zelfs. Hè? Daarover spreken deze kaarten, althans voor mij. Oké, ik ga nog één kaartje nemen. Ik zeg tje, want het is een heel klein deck die ik al jaren liggen heb. Maar ik werk daar niet vaak mee. De reden is omdat mijn lezingen niet gespecificeerd naar liefde toe zijn. Maar omdat we nu in Venus in Waterman zijn, Venus planeet van de liefde, dacht ik, ik zal dit kleine liefdesdekje erbij halen en een kaartje trekken voor jullie. Alright. Show me what we need to know. One card, please, for Capricorn. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in liefde. Ik heb stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Nu, dat kan voor beide zijn. Dus blijf optimistisch in je romantisch leven. Positief denken zal jou meer romantiek brengen in jouw leven. Ik ga daar niet verder over uitweiden. Ik zal deze boodschap laten zoals het is. Goed, begin heel graag aan de tarot.
All right. Capricorn. Show me what we need to know, please. Any general messages for Capricorn for the next week? Thank you. Any general messages, please, for Capricorn? Any general messages, please, for Capricorn for the next week? Thank you. Anything else? Thank you. One more? One more card for Capricorn for the collective? Me. Okay, onderaan de deck. Death. Death and transformation. Ik had het jullie al aangegeven, hè? Die Pluto-energie. Hè? Die dood en wees daar niet bang van. Hè? Want na elk hoofdstuk, hè, dat is de dood, spreekt over een hoofdstuk die tot zijn einde loopt, waardoor dat je echt wel kunt beginnen met een nieuw hoofdstuk. En dat is uiteindelijk de bedoeling in ons leven. Hè? Dat we continu nieuwe hoofdstukken tegenkomen, zodanig dat we kunnen groeien en transformeren. Weet ook, en dat is heel leuk om te zien, want die staat bij de Three of Wands. Dus dat toont mij al aan dat jij in een nieuwe fase komt van jouw leven, als het ware. Nieuwe fase waarop dat er heel veel mogelijkheid is. Maar ik ga wel een maar zeggen, want kijk, je hebt die Into the Unknown, waar dat jij hier op die balkon, terras staat, omgedraaid, niet kijkt naar de wijde wereld. Zie je wel dat die persoon hier buiten gaat, dat is precies een hotelkamer voor mij, die kijkt naar buiten door de deuren en ziet daar in de wijde wereld. Dus die twee kaarten tonen eigenlijk hetzelfde aan. Hè. Hier ga jij echt wel al op zoek, preparatie, naar de wijde wereld. Als het ware begin jij, je zet bijna al een stap door de deur. Hier moet jij nog gewoon volledig draaien. Hè? En dat is de onderliggende energie in het dek. Oké, ik heb 5 kaarten voor jullie. Als we even omdraaien. Oké. Wauw, speciaal. Een beetje gelijkaardig. Ja, nee, niet helemaal. Oké. Ik ging zeggen een beetje gelijkaardig als bij Waterman, maar niet helemaal. Oké, ik heb de Hierophant. De Hierophant spreekt over een gestructureerde energie. Je ziet hier ook die twee pijlers. Ja, je ziet die persoon hier ook met een scepter zitten. Dan is de tweede, enkel twee personen in het dek hebben zo'n soort sector. Scepter tenminste. Die Emperor heeft dat en zij. Dat is een zeer spirituele kaart. De Hierophant is een keizer als het ware. Dat is iemand die ook enlightened is, maar dat is iemand die een guru, een leraar aan het worden is. Dat is jij die transfereert van de leerling en die ook een leraar wordt. Er is een alternatieve zijde van die kaart houdt van structuur. Structuur binnen in de maatschappij. Dus dat wil zeggen dat ze te werk gaan volgens de regels van de kunst. Ja? Dus niet buiten de lijntjes kleuren, als het ware. Dat is de allereerste kaart. Dat ligt hier ook half links onder de Protection Treasure kaart. Dus uw treasure is jij echt wel in dit geval, hoor. Aan de andere kant ook uitgeven, geld uitgeven, opletten, financieel vlak, binnenin de lijntjes kleuren, binnenin hetgene kleuren wat mogelijk is volgens de maatschappij. Nu, ik ben een waterman, in alle eerlijkheid. Ik hou niet van binnen de regeltjes kleuren, helaas. Dat is die vrijheid, die onafhankelijkheid die ik persoonlijk wens, maar jij, Steenbok, bent daar soms anders in. Alles is afhankelijk ook van jouw ascendant uiteraard en jouw andere planetaire bepalingen, hè. Dus voor de ene kan dit van nature gemakkelijk zijn, voor de andere kan dit wat moeilijker zijn. Tweede kaart, heel leuk om te zien, de Magician. Dat is de manifesteringskaart. Dus hier zie ik al dat jij enorm veel aan het aantrekken bent. Dat jij toch ook die potentie hebt om te manifesteren, aantrekken in je leven wat jij wenst. Je ziet hier op die kaart heb je een staf, een zwaard, een pentacle en een cup, een beker. Dat zijn al de 4 facetten in feite van het tarotdeck. Je ziet hier ook het teken van Infinity boven haar. Haar derde oog is ook geopend. En dan heb je hier die twee tekenen hier. Dus die beweging dat ze hier maakt met haar hand naar boven en naar onder. Dit geeft mee
Alles dat gebeurt, so above, so below, zeggen we in het Engels, of omgekeerd, so below, so above. Dat wil zeggen, waarom geef ik ook altijd astrologische uitleg? Omdat alles dat op planetair gebied gebeurt, wij die energieën ook hier beneden op aarde voelen en ook op persoonlijk gebied ook voelen. Hè? Dus alles is altijd geconnecteerd met elkaar. Denk maar hoe gevoelig dat je bent aan de maan hè? En de zee bijvoorbeeld van de maan. Dan hebben al die andere planeten, daarom geef ik die mee, hebben ook invloed op ons, hè? Maar allemaal op een andere manier. Dus zij, alles dat zij eigenlijk beweegt in het leven, hè, alles dat zij aantrekt, is geconnecteerd met het universum, met de energie. En dat is een persoon die werkt met alles rond haar. Al de tools, het gereedschap dat ze klaar ligt, werkt zij mee om aan te trekken in haar leven, zijn leven, maakt niet uit, genderneutraal, wat die persoon ook wenst. Ja? Dat ben jij, liefste steenbok. Dus jij kan dat. Maar het ligt onder de kaart slow and steady. Slow and steady wins the race. Oké? Okay? Ik heb de Seven of Cups ook voor jullie. Seven of Cups spreekt eigenlijk over een bepaalde keuze maken. Eén, te veel keuze in je leven. Één keuze, één doel voor ogen zien. En niet 20.000, ja. Jij moet een beslissing maken wat belangrijk is voor jou. En daardoor dient je soms eens een stapje terug te nemen. Zodanig dat je de bigger picture kunt zien. En dat je één van die bekers kunt kiezen die bedoeld is voor jou. Ik heb de Eight of Pentacles. Die kaart geeft aan dat jij niet mocht opgeven. Desondanks gelijk wat dat je moet blijven volharden. Ik denk dat je al volhard hebt, want de Hierophant ligt hier. Maar je hebt hier nog eens een dubbele bevestiging ergens wel. Dat je niet mocht opgeven. Dus heb jij een doel voor ogen? Wens je iets te veranderen in je leven? Op gelijk welk vlak? Geef niet op, zegt die kaart. Die kaart toont ook aan dat is iemand die echt wel een meester wordt in zijn beroep. Hè? Beide, een Hierophant ook. Hè? Beide worden echt wel een master in their craft. Hm? En daaruit kunnen echt wel heel veel mirakels gaan ontstaan, want het ligt onder de mirakelkaart. En dan heb ik als allerlaatste kaart, de enige conflictkaart, is de Five of Wands. Dus het kan zijn dat je conflict gehad hebt met iemand. Het kan zijn dat er nog aankomt volgende week. Conflict, ruzie, wedrijven, machtvertoningen. Bekvechten als het ware. Oneens zijn met iemand. Het kan. Dit is een kaart, je ziet het zelf. Hè. Die staven, dat zijn zelfs mensen die competitie ook voeren met elkaar. Dus niet alles is competitie in het leven. Laat het gewoon even los. Goed, ik neem het volgende deck om de kaartjes te verklaren. Clarify the Hierophant, please. Ik heb een flipper. Ace of Wands, voilà. Oké. Okay. Ja, ik heb hier ook een nieuw begin, een nieuw project, een nieuwe inspiratie dat jij aangaat. Heel veel kracht. Ik denk dat je momenteel ook heel veel kracht ervaart. Er is heel veel potentieel. Nieuwe opportuniteiten en groei die op jouw pad liggen. En je moet je gewoon omdraaien. Dus je moet het gewoon voor jou zien. Hè? Je moet die met beide handen aannemen. En je blinddoek eventueel afdoen. En eens uit je comfortzone komen. Om bepaalde nieuwe zaken in jouw leven aan te trekken. Oké. Clarify the magician, please. One more for the magician. Ja, nog een ace. Tweede ace. Ace of swords. En ik heb de page of swords. Dus heel duidelijk dat jij hier... Ah, dat ligt op de magician, hè. Dus beide kaarten tonen voor mij aan. Is dat jij mentale klaarheid aan het creëren bent. Waardoor dat jij kunt aantrekken in je leven wat dat je wenst. Ik denk wel dat het nog in de beginfase zit. Beginfase van iets nieuws eventueel. Nieuwe ideeën die op jou afkomen, nieuwe informatie dat je krijgt, nieuwe boodschappen dat er binnenkomen, eventueel een nieuw contract dat je tekent, kan hier ook met de Page of Swords en de Ace of Swords. Dat geeft ook succes aan, dat is bijna de universe dat je klaarheid en duidelijkheid geeft. Hè? En ik zeg de universe, want het ligt op de magician. Dus... Ja, heel, heel, heel geïnspireerde grote energieën hier, hè. Grote kaarten al. Oké. Okay. Show me the Seven of Cups, please. Thank you. The Empress. Ja, The Empress gaat over het feit dat je voor jezelf moet zorgen. En misschien weet jij niet 100% hoe dat je dat moet doen.
aan door de Seven of Cups is die erbij ligt. Is dat er veel keuzes voor jou en dat jij niet heel zuiver weet hoe dat jij voor jezelf moet zorgen, hoe dit ook, ja, hoe dit eruit ziet. Die Empress is een energie die groeiend is, die stuwend is, die vooruitgang implementeert, die actiegedreven is. Dat kan ook zijn naar uw werk ook toe. Hoe dat je iets moet nog meer gaan voeden. Ik zal er nog één op vragen, voor duidelijkheid. Het ligt onder die kaart van security. Hè? Give me one more. Dank je. De Hermit, ja, ziet. Er is een moment waar jij moet hier even een stap terugnemen als bepaalde zaken met betrekking tot jezelf, je werk, gelijk wat, niet helemaal duidelijk zijn. Hè? Even een stapje terugnemen. Ik zal het eens tonen met deze kaart. Gaat misschien duidelijk zijn. Dus je ziet hier die 7 bekers en die persoon ervoor staan. En al die handen die reiken aan die persoon. Nu, neem nog een stapje achteruit. Hè, dan kun je die bekers nou op een betere moment bekijken. Of op een betere manier bekijken. Om ergens een beslissing te maken. Want een van die bekers is een juiste beslissing. Wat juist is voor jou. Met betrekking eventueel tot je verdere gang van een bedrijf, uw zaken doen. Maar jij moet even wat tijd nemen voor uzelf ook. Om klaarheid daarin te zoeken. Het heeft met betrekking met uw security, hè, waar dat je veilig voelt. Hè, met die hierofant binnenin, dat vierkante van uw leven ergens wel. Durf die stap verder te zetten. Maar jij bepaalt hoe dat eruit ziet. Oké. Okay. Eight of Pentacles, please clarify. En nog een ace. Wauw. Derde ace dat jullie trekken. Ik kan je nu al meegeven dat dit niet vaak gebeurt. Ja, een ace of cups toont dat jij nieuwe gevoelens als het ware aan het creëren bent. Hè? Goh, met betrekking tot ergens iets dat je al lang aan het proberen bent. Iets waar dat je niet in opgeeft. Hè? Give me one more, please. Kom op. Kom op, on the Eight of Pentacles. Ja, en de Temperance. Zie, dat is die meaning, hè? Die purpose dat jij aan het vinden bent. Dat doel van jou. Doel, die waardering dat jij ergens wel wenst te hebben. Die Ace of Cups, zo, dat is die grote beker van liefde die aangereikt wordt aan jou. Die leidt tot meer creativiteit, maar die ook leidt tot meer mirakel in je leven, omdat jij ergens niet opgeeft. Dus de kaarten geven aan dat je niet mocht opgeven. Wel een balans creëren. Dus het zal belangrijk zijn om een emotionele balans te creëren in jouw leven, maar niet op te geven. Want ik heb hier 2 kaarten van balans, emotionele balans. Dus geef niet op, kom uit je comfortzone. Heel veel liefde, heel veel creativiteit ligt hier klaar. Nu durf ik ook zeggen voor bepaalde mensen dat er hier zelfs, de Ace of Cups ligt hier niet voor niets. Een andere betekenis kan ervan zijn, is dat je verloofd zult geraken. Dat er een aanbod letterlijk zal komen van iemand, dat is oudsher vertaald. Maar het kan zijn dat bepaalde personen hier een engagement, een huwelijksaanzoek zullen krijgen. Nu, het ligt op Pentacles, dus voor mij, ik ben daar niet helemaal zeker in als het liefde gerelateerd is, maar het kan wel. Ik zie eerder dat er een nieuwe opportuniteit op financieel vlak is of op iets waar je toch al lang mee bezig bent, waardoor dat er mirakels op jouw pad, nieuwigheden op jouw pad zullen komen. Oké. Okay. So clarify that 5 of Wands. Knight of Swords. Ja, action, hè. Give me one more. En de star. Ja, kijk, 2 kaarten die echt wel aantonen op de 5 of Wands. Waar dat je eventueel zelfs, moest het ook zo zijn, tegenover een steenbok dat ik spreek, die conflict heeft gehad.
weet dat dit over zal gaan en zeer snel. En dat er een periode van genezing aankomt. Dus die Venus-energie komt sowieso naar boven en zal zorgen voor genezing. Zodanig dat je terug, alles terug al met een clean slate, Vlaams. Een gelijke grond terug kunt beginnen, als het ware. Ja. Je bent er met je hand ook over gegaan, het is terug proper. Dus alles zal in orde komen. Dus de star is genezen energie die ook van Venus komt, zoals dat ik al zei. Ik heb de Knight of Swords, hè. Dus je zult terug ambitieus gedreven zijn. Dus gelijk wat dat je tegengekomen geweest bent, of gehad hebt in energieën die misschien clashten, als het ware, weet dat daar ook de waarheid naar boven zal komen. Dat is één, want Pluto zal ook aan het werk zijn. En hetgeen dat eventueel gebeurd is, zal genezend zijn. Hè? Voilà. Dat is het ongeveer zo allemaal voor jullie, liefste Steenbok. Heel wat boodschappen voor jullie. Ik hoop althans dat enkele toch resoneerde voor jullie. Je mocht zeker de video liken als de boodschappen resoneerden. Je mocht ook eventueel abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dan kan je wekelijks nieuwe video's meepikken. Voor nu zou ik al zeggen, alvast bedankt om te kijken. Ik wens jullie een heel leuk weekend en een hele fantastische week. En hopelijk tot de volgende keer. Dag Steenbok.